dia bisa bicara bahasa Inggris ya. Ya ya. Klopt het, meneer Van Dis, dat u literatuur eigenlijk vooral ziet als troost? Nou, ook als iets ontwrichtends. Ja, ik lees heel graag en dat is voor mij een troost om in andere levens te stappen. Maar ik geloof niet alleen dat het troost, dat je ook, je wordt even een ander en daardoor leef je ook een ander leven en begrijp je plotseling je tegenstander beter of... Dus het verwacht ook, het verwacht ook. Het is niet alleen maar troost, maar het uiteindelijk harnast het je voor deze tijd. Nou, u zei ook, het leven is geen lolletje. Dat is het zeker niet, dat is het zeker niet. Maar er is net een artikel verschenen van een Franse filosoof, Finkielkraut, en die heeft dat juist in deze tijd, moeten we eigenlijk weer romans lezen, want er veranderen dingen zo snel, en wil je die veranderingen begrijpen, dan moet je je verplaatsen in iemand anders. En niet alleen maar dingen vinden en opinies en meningen, maar verplaats je eens even in die andere persoon. En dat doet een roman. Maar niet iedereen durft dat aan, want ja, dan ga je misschien wel, word je afgehaald van je heilige verontwaardiging. En er is niks kostbaarders dan natuurlijk vooringenomen stellingen. Dus het is geen amoraliteit die u daarmee bedoelt? Nee, zeker niet. Nee. Kijk, als je een boek leest van Philip Roth... Counterlife, heet het zo? Nou ja, dan hoef je nooit meer iets over Israël te lezen, want dan begrijp je hoe een orthodoxe Jood en hoe een liberale Jood denkt. Want daar gaat het over twee broers. Als je wil begrijpen hoe een fundamentalistische moslim met elkaar zit, lees je Orhan Pamuk. En dan begrijp je plotseling hoe die mensen in elkaar zitten. Dus het is heel goed om lezend een fundamentalistische moslim te worden. Het is heel goed om lezend een pater te zijn. Het is heel goed om lezend allerlei posities in te nemen voordat je oordeelt. En vindt u dat ook omdat u, tenminste dat zei u ook in het gesprek, dat u het ook heel moeilijk vindt om antwoorden te geven op de vragen die deze tijd stelt? Nou ja, iedereen moet van alles een mening hebben, maar ik wil er langzamerhand een beetje meer over nadenken. En het zijn hele verwarrende tijden. Kijk, je kunt wel zeggen, prachtig dat alle mensen op drift zijn geraakt, maar een heleboel mensen weten niet meer goed wie ze zijn. Voor sommige mensen is het te snel gegaan. Dus voor elke euro die je geeft aan de nieuwkomer, zou je ook een euro moeten geven aan de achterblijver voor wie het te snel is gegaan. Daar heb je dus al twee meningen. Je kunt het PVV vervloeken, maar je kunt ook zeggen, waarom hebben 1,5 miljoen mensen het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt? Wat is er gebeurd in onze samenleving dat zo'n grote groep zich niet meer herkent in de politiek? Nou, dat soort dingen vind ik dus niet alleen maar oordelen, maar begrijpen, kruipen de huid van een ander. En daarom zijn die dat zwart-wit denken, dat past, althans mij past het niet meer. Ik vind het ingewikkeld. Het is een pleidooi voor de empathie. Ja, laten we dat noemen. Verplaats je in een ander. En wees een beetje aardiger voor elkaar vooral. Want er wordt me veel te veel gesnauwd in dit land. De verontwaardiging links en rechts is heel groot. Nou, vooral in de Randstad. In Nijmegen valt het je al op dat mensen een stuk rustiger en vriendelijker zijn. Maar als ik uit Parijs kom en ik kom aan in Amsterdam, zo, dan ben je erop. Je wordt meteen van de zebra afgescholden. Nou, maar dan krijg ik een beetje zo'n oud mannetje dat begint te brommen. Maar het is wel opmerkelijk. Er is een grote aangebrandheid in dit land. U woont inmiddels alweer een hele tijd in Parijs. Is het echt zo dat u, als u dan terug bent, grote verschillen ontwaart? In het begin vond ik de verschillen groot, want dan zei ik, ja, in Frankrijk zijn de problemen ook heel groot met de Noord-Afrikanen. Maar dan ziet men het als een sociaal probleem. Werkeloosheid van 40%, beroerde woonomstandigheden, slechte scholen. Maar ja, ook Sarkozy zag dat zijn stemmen achteruit gingen en heeft het nu tot een geloofszaak gemaakt. En nu is het dus de islam tegen de Fransen. En de Fransen die zich een debat voeren over hun identiteit. Waar wij in Nederland ook mee bezig zijn met onze bulderende kanons. En allerlei zaken die ons Nederlandser moeten maken dan we al zijn. Dus het begint een beetje op elkaar te lijken helaas. Maar in het begin vond ik het wel interessant om te zijn. Maar wat ik wel goed vind in Nederland is dat in ieder geval wij dat debat voeren op alle niveaus. En in Frankrijk is het nog steeds vrij academisch en wordt het ook eigenlijk wel vrij ontkend. Want daar tikt toch een tijdbom in die banlieue. Ja. U denkt dat die ook zou kunnen exploderen ieder moment? Nou ja, het rare is, dat dachten we ook ooit in Amerika, dat de zwarte mensen in de Bronx het niet langer zouden pikken. En uiteindelijk zitten ze nu onder een vlag Mother America te zingen en dienen ze in Irak en Afghanistan. Dus het zou kunnen zijn dat ze door de economische malaise
deze mensen uiteindelijk toch zich schikken in hun lot. En ja, dat gaat, kijk, in drie generaties is het voorbij. Het is een kwestie van integratie. En dat, maar de mensen hebben het geduld niet. Die willen dat iedereen integreert, maar dat is heel moeilijk. Ik kom zelf uit een milieu van oud-Indisch gasten en ik zie nog mensen die dromen van een Indië. Maar Indië ligt in Schravenhagen. En zo is het ook met onze Marokkanen en Turken. Die houden een land vast in hun hoofd dat er lang niet meer bestaat. En als je de hele dag met een loep boven ze hangt, dan gaan ze ook veel meer vasthouden aan oude gebruiken. Maar het komt allemaal goed. Je bent een optimist. Wat dat betreft ben ik een optimist, ja. Het zal heel moeilijk zijn en lastig zijn. En er wordt veel van beide partijen gevraagd. We moeten erin investeren. Onderwijs, 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 onderwijs. Maar je ziet nu al op de universiteit, de slimste studenten zijn de moslima's. En wat dat betreft zullen we nog opkijken. Ja. Maar is het voor u vooral, omdat u toch inmiddels eigenlijk ook een groot kenner bent van Afrika en vooral van Zuid-Afrika, dan niet ontzettend merkwaardig om dan, als u de situatie daar kent, om dan in Europa terug te komen en al die verontwaardiging eigenlijk te horen? Nou ja, je ziet dus dat wat wij dus de Afrikaners, de blanken in Zuid-Afrika zo kwalijk namen, dat ze racist waren, dat ze wit wilden leven en witte scholen wilden hebben en witte buurten, dat in de aard van het beestje mensen zit, dat het in Nederland ook naar boven komt. Dat je makkelijk wijst naar de vreemdeling, naar de gekleurde medemens, want die is de schuld van alles. Ik zou bijna zeggen, dat is een soort zondebok opvatting. Ja, en ook is het gewoon de aard van het beest dat iedereen zijn eigen soort zoekt. En dat is ook helemaal niks tegen. Maar als je het gaat vastleggen in wetten, dan is er heel veel tegen. Je moet vrij zijn in de omgang die je zoekt. Maar je moet om nou verplicht gezellig met je Turkse vuilnisman een kopje thee te drinken, dat hoeft niet. Maar je moet hem wel als een volledig burger en als een vol mens beschouwen en tegemoet treden. Maar hoe kijkt u nou aan tegen de, hoe zeg je dat, tegen de kunsten die nu zeer bedreigd worden, toch wel door allerlei politieke maatregelen die genomen worden? Nou, dat is wel opmerkelijk dat je, als je dat vergelijkt met Frankrijk, waar cultuur een belangrijke post is, zelfs een van de belangrijkste posten in de regering, waar ministers lezen, er trots op zijn, waar ze in een toespraak altijd een literaire verwijzing hebben, waar Villepin, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, een dichter is. Nu de minister Mitterrand, ook een schrijver. En in Nederland, in de politiek, als iemand een boek gelezen heeft, ja, dan zal dat geen goede minister zijn. Die heeft zoveel tijd, dat kan nooit wat zijn. Die moet met twee loodgieterstassen naar huis, dan doet hij zijn best. En ja, omdat die mensen niet lezen en omdat de kunst zo los is geraakt van Den Haag door die verzelfstandiging, is het ook iets waar men zich van vervreemd heeft. Men wantrouwt, zijn lastige lui, weg ermee. En dat is jammer en het is dom. Het is heel kortzichtig. Er zijn mensen die worden daarvan cynisch, maar u beschouwt cynisme eigenlijk als een vorm van, hoe zei u dat? Nou, het is makkelijk, omdat je dus met humor, en ik ben zelf ook een ironicus hoor, daar gaat het niet om. Maar vooral plaats ik dat dan in de roman, in Afrika. Ja, daar past cynisme niet. Daar zijn mensen werkelijk vol hoop op een betere toekomst. En daar kun je om lachen, maar als je in die omstandigheden leeft, je hebt alleen maar de zorg van hoe krijg ik mijn kinderen vanavond met een volle maag naar bed. Dan past cynisme niet. Ja. Dus u blijft optimist? Ik ben een wanhopig optimist. Dank u wel, meneer Van Dis. Tot uw dienst.